Meneer met de snor, mag eens vragen, van waar die snor? Ja, die snor die heeft met de Hasselse Jeneverfeesten te maken natuurlijk. De Hasselse Jeneverfeesten? Ja, een tijdje geleden zegt er iemand, ga jij naar de Jeneverfeesten? Ik zeg, ja natuurlijk, iedereen gaat toch naar de Jeneverfeesten? Ja, ik ook, zegt hij. En ik ga mijn snor laten staan tot dan. En dan zeg ik, ik laat mijn snor ook staan. En zo is dat begonnen en iedereen laat nu zijn snor staan tot aan de Jeneverfeesten. Ze staat u beeldig, die snor. Ja, dankjewel. Maar ik sta nu eenmaal goed met de snor, meneer. Maar andere figuren hier, ik zie daar een lopen. trekt echt op niks, hoor. Zeg, en vertel eens iets meer over die Jeneverfeesten. Wel, er is zoveel over te vertellen. Ik heb het programma nu niet bij, maar loop even tot in de smaakwinkel. Daar zit Toerisme Hasselt en die kunnen u alles vertellen over de Jeneverfeesten. Oké, dankjewel. Op naar de smaakwinkel. Hey, nog een snorreman. Meneer, wat bent u aan het doen? Ja, ik ben barmannetje aan het oppoetsen, want die trakteert zaterdag. Die trakteert? Met wat dan? Op Genever. Lap! Hi, je moest als Flash TV. Het schijnt dat jij alles weet over de Geneverfeesten. Veel te veel om op te noemen. Het is zo een gevuld programma. Het gaat van de wedloop tot de tractatie, tot de ambiance in de binnenstad. Ik ga u een foldertje meegeven en daar kunt u alle informatie in terugvinden. Oké, wat mogen de mensen zeker niet vergeten? Een Genevertje te drinken natuurlijk. Oh, mevrouw, mooie snor. Dat is geen echte snor, maar het is een fotowedstrijd bij de Geneverfeesten. En ik wil meedoen voor de schoonste snor. Tof, tof, tof. Veel succes. Wow. Ik lees hier van alles in de folder. Er is hier ook een Genevermuseum. Op naar het Genevermuseum. Hey, Jo Moestas in het Genevermuseum, is de stoker hier? Ja, meneer, ik loop die maar door. Oké. Stoker, wat is er hier allemaal aan het gebeuren? Ja, we zijn de Genever aan het maken voor de Geneverfeesten, hè? Dus... Nieuwe Genever voor de Geneverfeesten? Ja, dus elk jaar hebben we een traditie, nu al de 24ste keer, dus... En is hem lekker? Ja, wat denk je? Natuurlijk is die lekker, hè? Dus na 24 keren zal ik het toch wel kunnen zeggen. En mag ik hem eens proeven? Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik zal u toch in en inschenken. Oh. Ja. Zo.